En dan is het nu volgens mij tijd om dit allereerste exemplaar uit te reiken aan een heel speciaal iemand voor mij. Het is nu precies 5 jaar geleden dat ik met hem op het podium mocht staan. Waarin ik Shorttrack op de journalistieke kaart heb proberen te zetten. En daarbij, ondanks uw leeftijd, mag ik dat zeggen? Ja. Ik was even bang dat je het zou begrijpen. Zult u absoluut niet stoppen en door je enorme passie lekker doorgaan. En dat is een enorme inspiratiebron voor mij. En daarom vind ik het echt des te bijzonder dat ik u, eerste exemplaar, en voor mij is het Shorttrack rondje helemaal de man. Voor degene die hele foute ideeën hebben over wat er 5 jaar geleden tussen ons gebeurde. Jij stuurde een brief. Nou doen sportmensen dat wel meer. En dat doen vaak sportmensen die uit, en dan moet ik dat heel voorzichtig zetten, de minder bekende sporten in Nederland zich ondergewaardeerd voelen door een groot monster als zijnde de publieke omroep. Waar ik toevallig lid van uitmaak. Zij schreef de brief aan dit personeel. En je confronteerde me met jouw wereld, jouw werkelijkheid, die jouw waarheid was, die ik niet wist, niet kende. Dat was mijn sport niet. Ik was er 2 keer van mijn leven geweest omdat iemand anders het niet kon. En dan stuurden ze mij. Ria Visser reed niet eens, kan je nagaan. Dat mensen dit snappen hier. Ik zeg. Vrees. Altijd verneukend. Die brief kwam aan. En dat was het leuke. Die brief kwam aan, want ik dacht van, hé, je spreekt me aan en je doet het niet namens jezelf, je doet het namens een sport en je doet het op een manier die heel direct was en die heel leuk was. Het was uitdagend. Toen was er zo'n merkwaardig gala in Hilversum ergens. En die confrontatie was, die was echt en die was eerlijk. En toen dacht ik van, dat mens is hartstikke goed. En die ga ik volgen. En ben ik je blijven volgen. Ik heb gezien wat je gedaan hebt. En het is juist wat ik ooit heb geleerd van een bekende sporter in Amerika die Jordan heet. Michael van voren. En Michael zei, het is uitsluitend aan mensen gegeven die hun hoofd boven het maaiveld uit durven te steken. Die komen ergens. En toen zei ik, hoezo? Hij zegt, 99,378% van de sporters zal later, als ze grote mensen geworden zijn, nooit meer voelen wat het was toen ze sporten waren. Wat het is om af te zien, wat het is om altijd maar weer die kleedkamer in te gaan, altijd maar weer op je gewicht te moeten letten, altijd maar op je eten te moeten letten. Dat is part of your life geweest. Dat heb je je eigen gemaakt en daarna ben je uit dat leven gestapt, maar je had je hoofd inmiddels al boven het maaiveld uitgestoken. Je had al duidelijk gemaakt dat jij niet een zomaar schaatsenwedstrijd was. Daar stond je boven. En dat maakt het zo leuk, de positie waarin je nu staat. Je schrijft een boek, je hebt van alles al gedaan. Het zou me niets verbazen als je over 1 jaar of 2 gewoon een studio sport presenteert. Kijk! En daar heb ik de volgende eisen voor. Het is echt waar. Je beantwoordt precies aan wat Jordan ooit gesteld heeft als Beatles. Steek je hoofd boven het maaiveld uit. Wij in Nederland hebben maar 1 kleur en die heb ik speciaal daarvoor aangetrokken. Wij zijn grijs. Wij denken dat grijs een kleur is. Grijs is het midden tussen zwart en wit. En grijs is dus niks. En als je in de topsport niks bent, dan ben je ook niks. En jij hebt bewezen dat jij wel iemand bent in de topsport. En als je dit gelezen zal hebben, en ik ga het zeker doen, en dan heel snel, dan denk ik dat jij naar buiten zult brengen dat diegenen die zo bewust met hun vak bezig waren, de Ritsma's, de Uit de Haars, de Erwin Bellemars, die komen makkelijk praten. Ik heb ook wel moeite. Dat die mensen precies datzelfde hebben. De durf om anders te zijn. De durf om datgene wat je vroeger evalueerde op die grote kleine ijzertjes, dat je dat ook meeneemt in de rest van je leven. En ik hoop dat je daar heel serieus en heel goed mee wilt gaan. En dat wel in slagen. Want je hebt je kop al ver boven het maaiveld. Ga je goed.